Ja, dan gaan we naar een bijzonder moment. Terwijl we Jacinta uitzwaaien, gaan we onze juf Twents binnenhalen. Dat is ditmaal een invaljuf. En ja, ik heb... Die is net zo streng. Ja, nou ja, ik hoorde de laatste al een beetje Twents kuien op de redactie. Toen veel strenger, Henk. Ik zeg, waar is dit aan? Ik kan ook Twents. Ja, dat moet je eens weten, zegt ze. Want ik praat veel meer Twents toch thuis dan je denkt. Ik schrik langs van hoe je Twents praat. Ja. Nou, ik doe mijn best wel in invaljuf. Want Marley is hier om het Twents kwartier met ons te doen. Leuk, Marley. Nou ja, zoals ons dat behaagt in de Twents kwartier, gaan we altijd eventjes terug naar vorige week. Snelle opsomming van wat er vorige week in zat. Ja? Misschien kun je dat met ons doornemen. Dat wil ik wel even doen. We hadden dat is al 2 weken geleden trouwens, Niels. Want vorige week hadden we vakantie. Oh, no. Daar werd hij alles van. Want je had zelf vakantie, maar goed. Is ook zo. Dat was Gapert. En dat was een nieuwsgierige kijker. Past het niet helemaal op vandaag, maar goed. Moet er maar bij denken. Nou. Poeiedeuzen. Hè, de poederdoos. Beauty case. Heuhoed. Het ging over het hooien. Zonnehoed. En als laatste het woord van de week was takdraad. En dat is prikkeldraad. Takdraad. Takdraad. Een mooie. Ja. Tak. Ik wil wel even zeggen, we gaan zo naar het Indepot. Adrie mag dan misschien Circo Berreling, maar hij heeft wel een quiz gemaakt. Dus wie gaat zo wel een quiz spelen? Oh nou, dus je hebt weer een quiz voor ons. Ja. Adrie heeft het voorbereid, jij zal het voor ons brengen. Adrie heeft alles voorbereid. Met allemaal Twentse woorden en dan moeten wij weer bedenken wat dat dan betekent allemaal. Maar dat is allemaal gekoppeld aan een videootje. Ja. Nou, Ernst is weer op pad west en die heeft deze keer de eieren van A.A. Pelt Legne bezocht. En vervuld. Komt-ie aan. We beginnen even met stilte hoor. Sst. Mooi toch? Ja. Het hoorde ik net toen ik de trap opkwam. Ik denk, we even laten horen. En er zit hier een knobbelzwaan in de nek te hijgen. En we zitten bij eieren, zover ben ik. Ja, klopt. Edwin, die heb je net lades vol. Echt niet normaal. Ja. Hele kast vol met dit soort uitgeblazen eieren. Ja, ja, ja. Zijn het allemaal in Nederland te vinden eieren of is het van over de hele wereld? Nee, het is echt... Alleen maar Nederland? Noordwest-Europa, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Wauw. Ja. En wat je net gezien hebt, die grote wand met al die eieren. Ja, hoeveel zijn dat? Als dat een verzameling. Volgens mij meer dan 3000. Oeh. Ja. En dat heet een ootheek. Een dus ootheek? Een eierverzameling. Ja. Een duur woord voor eierverzameling is een ootheek. Ja, 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 een ootheek. Je weet dat soort dingen. En de studie van het bestuderen van eieren is oologie. Dus je bent een ooloog als je dat soort dingen bestudeert. Goh, je kunt toch wat worden, hè? Ooloog. Ja, dat is leuk voor Scrabble en zo. Oké, okay, dus ik neem aan dat dit de verzameling is van een ooloog. Ja, precies. De ootheek van een ooloog. Precies, en niet de eerste de beste. Het is van Pelt Legner. Het is de collectie van Pelt Legner. Dat zegt mij helemaal niet. Nee, dat zal heel weinig mensen wat zeggen. En hij heeft ook geen Wikipedia-pagina. Er is eigenlijk ook heel weinig over hem bekend. En ik heb hiervoor wat research gedaan. En eigenlijk heb ik ook in een in memoriam van hem gelezen. Ja. Daar stond ook in dat het een hele bescheiden man was die zelden op de voorgrond trad. En dan krijg je ook geen Wikipedia-pagina. En van Pelt Legner, die heeft het allereerste en ook meteen een heel goed standaardwerk gemaakt voor het beschrijven van eieren. Ah, en dat wat nog steeds gebruikt wordt en waar nog steeds van gezegd wordt van dat is perfect. En hij heeft dus alle eieren heeft hij gefotografeerd in kleurenfotografie. 1910, hè? Die boeken liggen hier. Ik geef hem even van jou en dan kan jij mij laten zien wat je zou willen laten zien. Maar dit is dus een... dit is dan een gefotografeerde ootheek. Ik vind het een mooi woord. Ja, ja. Hij heeft dus de bijbel van de oologen. Precies, met een beschrijving. Hè? Dus hier zijn de foto's. Hoe zien ze eruit? En dit zijn echt foto's, joh. Ja, echt. 1910, hè? Ja, precies. Kleurenfoto's. Ja. En hier de beschrijving van hoe de eieren eruit zien. Met afmetingen, bloedtijd en het standaardwerk. En alle foto's die hier, alle eieren die hierin staan, dus waar die foto's van zijn genomen, die zitten in een van die laadjes hier. Ja, ja, ja. Oh, wat gaaf. Ja, ja, dus dit is jullie hebben dat complete, en dit is zijn levenswerk geweest. Ja, ja, dit is dus, en dit, omdat dit de eerste was en de eerste beschrijving is. De eerste in Nederland, Europa, wereld? Ja, Europa. Dus als hij twijfelde, had hij nog 2 collega's, eentje in Leipzig en eentje in Halle. Als hij twijfelde over eieren, daar correspondeerde hij mee. Ja. En als je zegt collega's, dat waren oologen, maar waren dat zeg maar een beetje uit de hand gelopen hobbyisten? Dat waren echt wetenschappers. Dat waren echt wetenschappers, ja.
En die, maar hij heeft dus dit standaardwerk gemaakt. En nog steeds met die beschrijving van die foto's. Als jij een vogelboekje koopt van ANWB met vogel, eitje en zo erbij. En die zijn gebaseerd op deze standaard classificaties. Hoe bijzonder is het dat jullie deze boeken hebben? Want dit zijn ook al best oude boeken. Ja, ze zijn nog wel antiquarisch af en toe te koop. Ja. En, maar dan moet je al snel €2000 per exemplaar neerleggen. Oeh, hallo. Ik heb nog wel een leuke anekdote over hoe fanatiek mensen eieren kunnen verzamelen. Ja? Er was in Engeland was een verzamelaar en die zag een... Wil je alsjeblieft ooloog zeggen? Een ooloog. Ja. En die zag een heel zeldzame vogel en hij wist... Bijna niemand heeft een ei van die vogel. Ja. En hij had die vogel in de gaten gehouden. En hij dacht van, daar ligt nu een ei in. Ik klim die boom in. Dus, maar niet helemaal goed nagedacht van tevoren. Dus hij klom die boom in. Lag inderdaad eitjes in het nest. Ja. Hij dacht, oh, ik heb beide handen nodig om weer naar beneden te komen. Waar laat ik dat ei? Ik dacht, ik stop hem in mijn mond. Dus hij, met dat ei in zijn mond, klimt weer naar beneden. Ja. Alleen, wat is nou het probleem? Hij kreeg het ei niet meer uit zijn mond. Nee. En hij heeft dus zijn tanden uit zijn mond laten trekken... Nee, doe normaal. Om dat ei heel uit zijn mond te laten krijgen. En dat is gelukt? Ja. Edwin, dat is een bizar verhaal. Ja, ja, ja. Ja, dus, had hij of een heel klein mondje, of het was toch een forse vogel waarschijnlijk? Er staat niet bij welke vogel het was. Alleen dat het een zeer zeldzame vogel was. God, en dat hij dus zo graag het ei wilde hebben dat hij zijn tanden daarvoor over had. Ja, je moet ook wat over hebben voor de wetenschap, laten we eerlijk zijn. Ja. Ja. Nog één keer die naam van die meneer. Van Pelt Legner. Van Pelt Legner. Ik vind het knap dat je dat onthoudt. Prachtig. Dankjewel Edwin. Ja. Ik vind het, dat zei ik wel vaker, het is een snoepwinkel hier zo. Maar ja, het is prachtig. Thanks. Nou, hij heeft het dan niet vult. Ernst niet. Nee, hij zegt in een holm. Ja, ik ken ook mensen die zeg maar met Pasen dan heel veel eieren eten. Zijn dat dan ook ootariërs, dacht ik? Ja, dat... vast wel niet. Ik vind het wel mooi. We gaan weer naar de quiz toe. Ja. Ik ga weer proberen een beetje Twents te kuien. We hebben drie Twentse woorden. En daar telkens zit daar drie Nederlandse betekenissen worden er gegeven. Ja. En één van de drie is er goed. Met dank aan ons Adrie heeft toch een quiz gemaakt. Het eerste woord is voel. Is dat A, sorteren, en dan bedoel ik van, hij aan de eind vult. Hè? Dat heeft Ernst dus net niet gedaan, maar je kunt aan de eind vullen. Dus sorteren, eraan voelen. Mm-hmm. Bedorven, een bedorven ei, kun je ook zeggen, is een voel-ei of smerig, gemeen. Of is het C, kwetsbaar? En dan natuurlijk net zo kwetsbaar als het schaaltje. Van ei. Ja, 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 ja. Mijn gevoel zegt... Voel, ja. Gevoel zegt bedorven. Maar ik heb daar eigenlijk geen goede verklaring voor. Maar dat is gewoon dat het in mijn intuïtie zegt dat. Als je voel... Ik ga even heel simpel denken. Ik ga niet op zijn Twents denken. Mm-hmm. Maar ik denk voel... Je kan een ei voelen of die bedorven is, ja of nee, hè? Oh ja? Ja. Ik wist alleen dat je hem in een bakje water moet gooien. Dan kun je het nee, zien. Je kan het ook voelen. Oh. Dus wil je jij heel goed voelen? Maar dan ga ik denk dat je dat voelen. Dan ga ik mee met bedorven. Nee, dan moet je heel goed voelen en dan voel je het. Wat bedoel je nou? Ja, nee, als je bedorven een eier hebt, dan kan je voelen. Ja, als je Jomanda bent of zo, of wat? Zoiets. Nou, wij vullen dus allebei in antwoord B. Voel betekent bedorven, wat ons betreft. Nou, vul hem in, zou ik zeggen. Ja! Hartstikke goed, jongens. Hey. Eerste punt is binnen. Dat is goed, Henk. Ja, op naar woord 2. Mooi dan. Ik begin het door te krijgen. Het tweede woord. Toxen. Is dat een broedhen? Dat is de kip die de ei uitbroedt of die jonge kuikentjes heeft. Is het de roep van een kip? Dus tok, 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 letterlijk, hè? Den tokt. Of is het eierting? Dat ken je misschien wel van vroeger, het spelletje eierting. In Twents heet dat tik-ei, namelijk, dat spelletje. Toxen is wel een mooi woord, sowieso al. Ja, maar ik vind een roep van een kip vind ik zelf voor de hand liggend. Dat vind ik niks. Toxen. Ja, dat zeg je in Amsterdam ook. Werk ze, toxen. Ja, toxen. Toxen, eieren. Als je weggaat, toxen. Kan maar zo. Maar ik ga voor broeden. Ik weet niet waarom. Daar staat broedhen. Broedhen, goed. Broedhen. Toxen, broedhen. Nou, dan ga ik voor eieren. Ik heb een hele andere quiz. Ga ik voor eieren tokken. Doen we het zo? Ja. Vullen we in? Ja. Antwoord C, doen we het zo? Eieren tikken? Ja, dat is natuurlijk niet goed. Henk heeft natuurlijk gelijk, denk onze, ik. Hè? Inderdaad, onze niet-tuk heeft groot. Het is een broedhen. Ja, heeft ik groot. Dank u, ik dank u. Ook al spreek ik het verkeerd uit, maar het is wel een broedhen. Jij zei broedhen, maar dat is broedhen. Nou,
Ik heb gehoord dat wie krap aan de tiet zit, dus wie gaat naar de derde... Naar de woord. Adrie, dan moet je meer met heel veel dat zit er ook al in. Ferngoot is dat gevogelte. En dan zou het zijn, dan staat fern op de veren van de kip. Is het klavertje vier, dan is het de veer van vier en goot, hè, van goot geluk. Geluk hem. Of is het een dekbed. En dat, ja, vroeger had je dat nog meer dan nu. Dan had je natuurlijk allemaal echt die echte veren in het dekbed. Mm-hmm. Ferngoot. Ja, ik voel hier wel antwoord C. Dus ferngoot, want goot klinkt als goed. Nou ja, dat moet ik toch in Biesing. Adrie heeft me hier allemaal tips met gegeven. De vertaling in Twents is fernber of fernberre. Fernbed, nou ja, het dekbed. Ja? Dus gevogelte, klavertje vier of dekbed. Ja, ja. Ja, ik denk dan, ferngoot voelt voor mij toch als een zo'n dekbed met veren erin. Ferengoed, het ferengoed. Ja. Ja. En ik vind een klavertje 4 vind ik niet voor de hand liggen. Gevogelte doet mij ook even niks. Ik ga voor de 3-punter. Ik ga met je mee. Ja, jij mag nu niet meer met mij mee. Jawel, ik ga wel met je mee. Ik ben te gast. Nou, antwoord C. Jongens, ik moet jullie teleurstellen. Nee. Het is A. Oh. Gevogelte. Veren slaat inderdaad op de veren. Een verengoed. Hmm. Ja. Veengoot. Ja. Gevogelte. Okay. Oh, veugel is wat anders. Dikke zeg. Oh ja, veugel is weer wat anders. Nou ja, daar zullen we het maar niet over hebben dan. Ik heb er 1 goed. Henk, je hebt er 2 goed, hè? Ja, ik heb 2. Hey, ik kan nog gelijk komen, want we hebben nog 1 woord gaan. En die komt van Jessie. We gaan weer de straat op met een nieuw Twents woord van de week. En dit keer is het gaastok. We kunnen weer kiezen tussen A, staafmixer, B, hengel of C, wandelstok. Ik ben heel benieuwd of men het raadt. Zo, nu weer. En als u mag kiezen tussen A, B of C? Dat doe maar B. Dat doe maar B. Ja. Staafmixer, hengel of wandelstok? Ja, de wandelstok. Wandelstok. Volgens mij zo'n wandelstok of zo. Ik heb altijd geleerd, als ik het niet weet is B. Wandelstok, gaastok. Ik denk B. Ik ga voor B. Jij denkt B? Ik denk C. Dat is een wandelstok. Sorry, ik begrijp geen Twents. Wandelstok? Je kunt kiezen tussen staaf. Hengel? Wandelstok? Wandelstok, staaf, niks, hengel. Goh, ik heb geen flauw idee. Wat denkt u dat het betekent? Een wandelstok. Een wandelstok. Gaastok. Wat denk je wat dat betekent? Wandelstok. En waarom? Ga en stok. Doe maar B. Doe maar B. Gok? Ja, een gokje. Ik vind hem echt niet op geen van beide lijken en ook niet op de derde optie. Ja, wandelstok. Met logisch verstand denk ik C. Oké, en wat zeg jij? Ja, ik weet niet. Dus je mag kiezen, A, B of C? C. C. Pure gok? Nee, dat is stokstok en niet stokstok. Dus ik denk daarom. Dat weet ik niet. Als je mag kiezen, A, B of C? Waar ik uit moet kiezen? Ja? Uit deze 3? Ja. A? Staafmixer? Ja. Gaastok. Wat betekent dat volgens u? Als je mag kiezen tussen staafmixer, hengel of wandelstok? Doe een wandelstok. En waarom? Ja, makkelijk. Staafmixer, dembel. Een hengel? Ik vis niet. Nou, we zien hier iemand die aan het vissen is. En toevallig hebben we hier een keuze. B, hengel. Ik ben ook heel benieuwd of hij daarvan gaat kiezen of niet. We gaan het hem even vragen. Hengel? Hengel, dan ben je heel snel omdat je lekker aan het vissen bent. Ja. Gewoon, stok. Mm-hmm. Ik heb geen idee. Ja. Ja, ik denk C. Waarom dan? Ja, het klinkt toch wel schaam. Zeg maar van, je gaat met stok. Ja, ja, het is een oud woord en die staafmix is vrij nieuw, denk ik. Qua woord en die hengel, ja. Ik denk C. Nou, hij ligt voor de hand. Maar ja, of het echt werkelijk waar het goede antwoord is... Terug naar jullie jongens in de studio. Henk, jij mag eerst. Ja, ik denk dat ik gewoon met de grootste gemene delen meegaan. Want iedereen zegt zo vaak wandelstok. Ja, een staafmixer dat... dus ik nog niet zeggen. Ik kom er niet thuis zeggen als ik straks thuis kom verpak even de gaastok om de pannenkoeken te maken. Dat ik denk thuis van wat is dit? Waar is het over? Nee, ja. En een hengel? Nee, dat zie ik ook niet. Dus ik ga voor de wandelstok. Heb jij hem al nodig zelf? De wandelstok? Ja. Nou, af en toe voel ik me wel zo. Ja, ik kan hier niet anders dan, weet je... Ja, ik kan wel voor de vorm niet meegaan, maar de gaastok... Ja, het is gewoon... Ik vul ook in antwoord C, joh, Henk. Gaastok, maar het antwoord komt van onze vriendin Jessie. Komt ze.
Hij lag al een beetje voor de hand. En ik kan ook niet anders zeggen dan dat het juiste antwoord ook C is. Wandelstok. Tot volgende week. Ja. Hoppatee. Hij is al simpel deze week, moet ik eerlijk zeggen, jongens. Ja. Dus zelfs Henk wist hem. Ja. Dat is het heel hallo, simpel. Henk heeft mij gewoon afgedroogd. Ja, hoor, ja, ja. Goed zo, Henk. Waar is de beker? Volgende keer pak ik je terug. Dat mag. Juf Adrie. En dan de invalversie. Inval Adrie. Laten we hopen dat Adrie volgende week weer beter is. Marley Wylands, dankjewel Marley. En ik moet zeggen, jouw Twents kan er wat van leren ook. Zo, ik zal er wel een keer lesje ook geven. Daar nog van. Ik zal er wel eens een lesje leren. Oh, nou, als mijn Twents blijft dan. Dat is goed. Ja, dat is één voordeel, ik kan jullie volgen.